Hey, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Deze week is het weer vlog zaterdag. En ik heb, omdat de examens eraan komen, een video met wat examentips van mij. Ik zit ondertussen op mijn derde jaar hogeschool. Dus ik heb al mijn examens in het middelbaar en al 3 jaar aan examens op de hogeschool gehad. Dus ik dacht, ik geef mijn tips aan jullie, zodat jullie ook lekker goed beginnen aan jullie examenperiode. Ik ga jullie dus, zoals ik net al zei, tips geven over hoe je best volgens mij aan examen begint. Voor van tevoren, maar ook tijdens de examens. En nog een kleine tip voor na de examens. En ik ga dit in een korte video doen, zodat ik jullie niet te lang weg ga van studeren. Dus let's go! Studeren begint natuurlijk met een goede planning. Dus je moet voor een goede planning zorgen. Het is soms heel moeilijk om een planning te maken, maar het is toch handig om dit te doen. Om zo een overzicht te creëren van wanneer je wat gaat leren en jezelf te motiveren om te gaan leren. Als je elke dag eerst nog moet beslissen wat je gaat leren, is er een hele grote kans dat je van alles overslaat. En dat je gewoon al heel veel tijd verliest eraan. Dus maak een planning en begin op tijd. Op tijd beginnen is niet altijd leuk en het is ook niet makkelijk. Niks is makkelijk bij studeren. Maar het is ontzettend belangrijk, want het is veel fijner om voor een paar weken elke keer 2 tot 3 uur te leren per dag dan de laatste dag 10 uur te knallen om dat vak maar door te gaan en eigenlijk niet veel te onthouden. Dus begin op tijd, zodat je het lekker kunt verspreiden en dat het gewoon veel beter in je hoofd blijft zitten. Dan bij een goede planning is het misschien ook heel handig om 6 dagen te plannen in plaats van 7. Hou een 7e dag vrij, zodat moest er iets gebeuren tijdens die 6 ingeplande dagen, dat er wat meer aandacht moet besteed worden aan een bepaald onderwerp binnen een vak en dat je dus uitloopt en niet alles gedaan krijgt, heb je die 7e dag nog om dat in te halen en misschien iets te herhalen, omdat je toch zoiets had van, dat is toch niet helemaal soepel gegaan. Dan natuurlijk het leren zelf, heel belangrijk, anders ga je het echt al niet lukken om de examens te gaan halen of toch niet met een heel mooi punt. En voor het leren raad ik je aan om oefeningen te doen en oefenexamens te doen. Oké, nu hoor ik al mensen denken, ja maar ik heb geen wiskunde als examen, dus ik kan geen oefeningen doen. Ik heb meer zoiets als criminologie. Het is voor mij een pure theorievak geweest, maar ook daar kun je oefeningen bij doen. Zo kun je de oefening maken, oké, je hebt bij criminologie allemaal theorieën. Noem de theorieën op en schrijf daarbij in het kort in 1 zin op wat de verschillen of wat het inhoudt. Of een oefening, wat is het verschil tussen deze theorie en deze theorie. Zo kun je genoeg oefeningen bedenken of zelfs een oefenexamen van school zelf maken om te zien hoe jij het doet. Kijk deze oefeningen dan ook gewoon na en zie hoe het loopt. Wees eerlijk, weet er streng zijn dan zeggen, oh ik heb een 8 op 10 en dan op het examen maar een 5 hebben. Dus zo ga je het veel meer leren dan wanneer je gewoon steeds je boek over gaat lezen. Heb je geen oefeningen of kom je niet op oefeningen en heb je geen oefenexamen van leerkracht gekregen of online, maar in Den Haag is vandaag een ramp. Dan kun je misschien even de leerkracht mailen of vragen, ik weet niet of je het nog ziet. Of er een oefenexamen gemaakt kan worden of dat die leerkracht misschien wat oefeningen kan maken nog. Een nee heb je, een ja kun je krijgen. Maar meestal als ik dat vraag, krijgen wij wel iets van de leerkracht. Heb je ook oefeningen in de les gemaakt? Heb je huiswerk gemaakt? Doe die dan opnieuw. Want wat mij ontzettend is opgevallen, is dat heel veel huiswerkopdrachten gewoon exact hetzelfde in de examen staan. Bijna zelfs de nummers hetzelfde. Dus maak je huiswerk en hermaak ze, maar kijk niet naar de antwoorden, maak ze gewoon alsof het de eerste keer is. Zie hoe je tot die uitkomst moet komen, doe gewoon alles om het te begrijpen. Ga niet je huiswerk uit je hoofd leren, want wanneer het niet exact in het examen staat, is dat een afleiding van in het examen. Heel veel vakken, leerkrachten zetten hun examen gebaseerd op huiswerk. Soms niet, maar wel heel vaak wel. Dus zorg dat je je huiswerk gewoon opnieuw hebt gemaakt en dat je het snapt. Dat is ook anders. Ook een goede tip is, en dat is eigenlijk gewoon een beetje een planning tip. Plan je huiswerk of je studie in de voormiddag.
Je bent vroeg van tevoren begonnen, dus je moet maar 2 tot 3 uurtjes per dag leren. Doe dat in de voormiddag, zodat je lekker in de namiddag kunt ontspannen, iets leuks gaan doen of wat dan ook. Om even gewoon tot rust te komen, gewoon rustig slapen zelfs als je dat wilt. Of lekker erop uit met wat vrienden. Dan heb je niet het gevoel dat het zo vreselijk is omdat je toch nog iets leuks kunt gaan doen. En beloon je jezelf ook meteen. Daarmee kom ik dan ook weer bij het volgende, is jezelf een systeem te zoeken waarmee je jezelf gaat belonen. Bijvoorbeeld, je hebt je voorgenomen om hoofdstuk 1 en 2 van criminologie, we gaan nu steeds criminologie gebruiken, ook al heb ik dat vaak nu niet meer, al even niet meer. Je hebt je voorgenomen om hoofdstuk 1 en 2 van criminologie te leren. Maar je ziet er ontzettend tegenop, en ik vond de criminologie niet zo erg, maar stel je ziet het ontzettend tegenop en je hebt er echt geen zin in. Zorg dan dat wanneer je echt goed hoofdstuk 1 en 2 hebt geleerd, dat je misschien een snoepje mag pakken, een bepaald snoepje van jezelf mag gaan nemen. Of dat je een bepaalde serie mag gaan kijken of iets wat jou het gevoel geeft van jee, ik heb dit gedaan, nu mag ik dat gaan doen. Zoek dat ene voor jou, voor iedereen is het anders. Voor mij zou dat eerder een serie kijken of iets lekkers eten zijn. Dan misschien een milkshake. Dan iets anders. Maar zorg dat je gemotiveerd blijft. Want ook dat is heel moeilijk tijdens de examens. Motiveer jezelf om door te gaan. Hou je doel voor ogen en komt dat goed. Nog een laatste leertip van mij is discussiëren met medestudenten over het vak, over inhoud, maar ook over het vak zelf. Ik heb bij mij opgemerkt dat wanneer ik klaag over bepaalde delen in een vak, dat ik dat ontzettend goed onthoud. Eigenlijk heel raar, maar dat werkt voor mij. Dus kijk even wat voor jou gaat werken. Misschien is dat klagen, misschien is dat discussiëren, misschien is dat wat dan ook. Praat met je medestudenten over het vak, om het zo ook nog beter te leren kennen. Maar doe dit van tevoren en niet exact voor de toets. Dan zijn we aan tijdens het examen aangekomen en ook hier heb ik wat tips voor. Als eerste geef ik je als tip om ver van tevoren te vertrekken naar school of naar waar dan ook je examen plaatsvindt. Wees dus op tijd, liever veel te vroeg. Stel je voor dat je de fiets naar school gaat en dat is normaal gezien 10 minuten, maar je fiets valt midden in de fietstocht uit elkaar en te voet is het een half uur. Zorg dan dat je minstens een uur van tevoren vertrekt, zodat je gewoon nog te voet op tijd op school zou zijn. Ik ga dan ook meestal liefst alleen zitten of met mensen die zelf ook in stilte aan het overlopen zijn. Omdat dat ook een tip van mij is, ga niet met studenten voor het examen nog samen overlopen. Zij gaan vragen stellen en jou in twijfel brengen, waardoor je een beetje paniek gaat krijgen, waardoor het examen minder goed gaat gaan. Verder is een gesprek hebben met medestudenten over wat je nu wel en niet kunt ook niet zo'n goed idee. Het zeggen van ik ga dit niet kunnen, ik heb het te slecht geleerd of ik kan dit niet, want ik snap er niks van, is niet goed voor je. 1. Het is niet stoer en 2. Het is zo slecht voor je omdat je mentaal misschien gaat geloven en dan je examen onderuit haalt. Als jij gelooft dat je het wel kunt, is er heel veel kans dat je het ook echt gaat kunnen. Zorg ook dat je genoeg geslapen hebt van tevoren, daarom dat je ook niet op de laatste dag moet beginnen. Zorg dat je op tijd naar bed gaat en lekker een goede nachtrust hebt gehad om dan goed op tijd wakker te worden. Neem ook naar het examen water mee om, als het mag tijdens het examen, even een slok te nemen. Als het niet mag, voor en na het examen. En ook een lekkere koek of een snoepje of wat dan ook om jezelf te belonen na het examen. En wat meer suikers op te nemen. Af en toe als ik een heftig examen heb gehad, begin ik nogal te trillen en heb ik het ontzettend koud ineens. En dan iets zoets kan mij echt wel helpen. Dat is dan ontlading van stress of zo. Tegenwoordig heb ik dat minder, maar het kan ontzettend helpen als je dat hebt. En mijn laatste tip van tijdens het examen is om net voor het examen eventjes te ontspannen. Even luisteren naar muziek of doe even een ademhalingsoefening als dat voor je werkt. Of doe even een gebedje. Ik weet niet wat voor jou werkt. Doe het gewoon. Vind het uit wat werkt. En kom even tot rust zodat je tijdens het examen ook rustig kunt blijven. En gewoon rustig je examen kunt. Dan heb ik nog 1 tip voor na het examen. En zorg dat je meteen na het examen iets leuks hebt gepland.
Dat kan ook gewoon thuis iets zijn of met vrienden ergens weg. Dat is echt afhankelijk van wat jij leuk vindt. Maar doe dat voordat je de punten krijgt. Heb je goede punten, kun je nog meer feesten. Heb je slechte punten, heb je tenminste nog iets leuks gedaan en jezelf beloond dat je de examens hebt overleefd, voordat je jezelf eigenlijk een beetje droevig voelt omdat je slechte punten hebt. Dat was het dan. Ik had gezegd dat het een korte video ging zijn. Ik weet zeker dat jullie het allemaal super goed gaan doen. Ik geloof in jullie, dus geloof ook in jezelf. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video. Tot dan!